De les van leren britje. We zijn nog steeds aan het mini-britje. Ik had eerst even met jullie samen wat we de vorige les gedaan hebben. En daarna gaan we iets nieuws leren. En dat nieuws leren zijn twee dingen. 1. Lange kleuren. 2. Het starten. Maar eerst gaan we even herhalen. Om het herhalen wilde ik eigenlijk spelende wijs doen. Wil ik even gaan kijken van welke vragen vind ik terug in het boekje. Die heb ik jullie vorige keer ook laten zien. Misschien dat jullie die ook thuis hebt. Maar ik ga gewoon even samen eventjes doornemen om even de boel op te frissen. Een kaartspel heeft hoeveel kleuren? Ja, dat zijn er 4. Het zijn rood en zwart, maar het zijn 4 kleuren. Schoppen, harten, ruiten en klaveren. Wordt hier nog een vraag gesteld? Dat heb ik vorige keer ook niet uitgelegd, maar dat staat wel uitgelegd in het boekje. Je hebt 2 hoge kleuren en 2 lage kleuren. De 2 hoge kleuren zijn schoppen en harten. En de lage kleuren zijn klaveren en ruiten. Dus de vraag, de hoge kleuren zijn schoppen en harten. Nou, elke kleur heeft hoeveel kaarten? Er zijn 52 kaarten in het spel. 4 kleuren. Dus dat zijn 13 kaarten per kleur. Als je mag delen, wie geef je dan de eerste kaart? De eerste kaart, niet aan jezelf helaas. Je begint links en dan met de klok mee. Je hebt van de dealer 4 harten gekregen. Hou je ze zo goed vast? Nee. De vrouw is hoger dan de boer. Dus de vrouw mag eentje naar links en de boer eentje naar rechts. Die mag je omwisselen. Kijk eens goed naar het diagram. Er staat een slag weergegeven. De slag is voor speler 3, want die heeft de hoogste kaart. Dat is een slagmaker. Dan komen we meteen weer terug op de herhaling van de vorige keer. Het belangrijkste is om te weten wie de slag maakt. De slag maakt degene met de hoogste kaart in de kleur waarmee degene die de slag begonnen is, met welke kleur die is gestart. Dus stel je voor, je start met ruiten. Er worden 4 ruiters gelegd. De hoogste ruiter wint. Je start met schoppen. Er worden 3 schoppen en harten gelegd. Die harten telt niet mee. De hoogste schoppen wint. Dus je moet kleur bekennen. En dat is eigenlijk hetgeen wat het belangrijkste is. We hebben nog de kaartvolgorde besproken. En hoe we de kaarten wegleggen. Dus als we hem hebben gewonnen, leggen we hem zo weg. Als je hem verloren hebt, leg je hem zo weg. En achteraf ga je tellen hoeveel slagen je hebt gewonnen. Hier verder nog vragen. Wie wint de slag als de eerst harten gespeeld wordt? Ik zit het eventjes te lezen, te kijken. Ja, dat is speler 1, want die heeft harten aas. En welke speler wint de volgende slag? Dat is wel eventjes belangrijk. Dat betekent dat harten aas is aan slag. Dus degene die aan slag is, mag de volgende keer weer beginnen. Dus die speelt schoppen 9. Komt er schoppen 9, schoppen 5, schoppen koning. En speler 4 heeft geen schoppen, dus die kan sowieso de slag niet winnen. Vraag C. Wie wint er als de slag als er eerst schoppen wordt gespeeld? Dat is speler 3, want die heeft de hoogste schoppen. En welke speler wint nu de volgende slag? Dat is speler 1, want schoppen heer is zout aan slag en die speelt harten. Dat is een enige kaart nog. En harten aas is de hoogste kaart in harten, dus die wint speler 1. Dit zijn nog vragen van bladzijde 14, van hoofdstuk 1b. Je zit zuid en je partner speelt, die speelt samen, noord en zuid spelen samen, die speelt ruiter heer. Oost speelt ruiter 9. Welke kaart zou je nou bijspelen? Nou, als je zelf de slag wil winnen, pak je ruiter aas, maar je speelt samen. Dus je legt een kleintje, want dat betekent dat jouw partner ruiter heer heeft gewonnen. En dat betekent dat je ruiter aas nog bewaart voor een volgende slag. Je zit zuid. Noord, dat is vraag 2. Noord komt uit met harte vrouw. Oost speelt harte heer. En je zit zuid met aas 7-3. Welke speel je? Nu is het niet Noord die de slag heeft, maar Oost een tegenstander. Dus nu pak je het aas. Want je wil de slag niet laten aan de tegenstander. Dus ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat de routine is met spelen. Ik adviseer jullie ook absoluut om zelf een spel te spelen. Het liefst natuurlijk
met z'n vieren. Dat betekent eigenlijk gewoon dat je iedereen... Je kunt zelfs ook eerst met 6 kaarten beginnen. Of met 7 kaarten beginnen. Maar uiteindelijk vrij snel naar allemaal 13 kaarten. Ga gewoon 1 voor 1 spelen. Dus de procedure is als volgt. Ik ben de deler. Ik geef iedereen kaarten. Links van het delen begint. Dat is de kleur die iedereen moet bekennen. En iedereen speelt een kaart. En het paar wat de slag heeft gewonnen, legt hem. En het paar dat de slag heeft verloren, legt hem zo. En degene die als laatste aan slag is, dat is wel de persoon die aan slag is, niet het team wat aan slag is, maar de persoon die aan slag is, die begint weer de volgende kaart te spelen. En als je een aantal keer het spel zo speelt, dan merk je een beetje wat het maken van slagen is. En dan merk je daar, ga je daar wat gewinning in zien. En dan ga je misschien ook meteen al een paar dingen opvallen. Dat is ook wat ik nu eventjes wil behandelen. Dit zijn al de lessen van de vorige keer. Om eventjes door te nemen. Het sorteren van de kaarten. Ja, dit samenspelen is echt een teamsport, hè. Dus het is echt iets wat je samen moet doen. Lange kleuren. Kijk, dat is het volgende onderwerp. Een lange kleur. Wat is nou een lange kleur? Op het moment dat je Zuid heeft 4 kaarten in schoppen. En de andere spelers hebben er 3. Dus als je 4 kaarten of meer hebt, dan betekent dat je een lange kleur hebt. Want totaal zijn er 13 kaarten. Dus op het moment dat jij er 4 hebt en iedereen heeft er 3, heb jij de meerderheid van die kleur. Als je zo'n spel dan gaat spelen, dan gaat er iets opvallen. Want als ik 4 heb van een kleur en iedereen heeft er 3, en ik speel 3 keer die kleur, iedereen moet altijd mee met dezelfde kleur, dan is mijn laatste kaart is te hoog. Want als je dat voorbeeld hier pakt, dan zie je, het is een beetje een slechte dia, maar je pakt schoppen aas. Nou, dat betekent dat iedereen moet spelen. Hè? Schoppen 7, schoppen 4, schoppen 3. Nou, hij is voor jou. Dus je bent nog een keer aan slag. Speel je de koning. Nou, gaat weer links spelen. De 8, de 10 en de 5. Maar nog een keer aan slag. De vrouw. Schoppen 9, schoppen boer. Schoppen 6 bijvoorbeeld. Alle schoppen zijn dan weg. En dan heb je op het laatst schoppen 2 nog over. Schoppen 2, maar niemand heeft nog schoppen. En jij begint met die kleur, dus jij wint die slag. Probeer het maar eens. Gewoon op tafel uitspelen met echte kaarten, dan wordt het duidelijk. Nou, hier zie je wat voorbeelden van een lange kleur. Dus wie heeft de langste schoppenkleur? Ja, dat is Oost, hè. Die heeft er 5. En de meeste plaatjes heeft Zuid. Dus hoeveel slagen maken Noord-Zuid in die kleur? Dat zijn de 3, hè? De aas, de koning en de vrouw. En oost, west, die kunnen er 2 maken. Moeten ze wel aan slag komen. Ze hebben oost moet dan wel als eerste die schoppen spelen. Maar als Zuid 3 keer schoppen heeft gespeeld, heeft hij nog 2 schoppen over. Nou, dit is ook nog even belangrijk om te kijken van hoeveel kaarten heb je samen van een kleur. Nou, hoeveel kaarten hebben Noord-Zuid samen? Nou, Zuid heeft er 6. Noord heeft er 3. Dat is 9, dus dat betekent er zijn totaal 14 kaarten in. Hier staan ze ook weergegeven. Dat betekent automatisch dat de tegenpartij de 4 heeft, allebei 2. Hoeveel slagen zouden dat kunnen maken in die kleur? Nou, als je daar eens naar kijkt, zijn er 6. Want je begint met harte aas. Klein, klein, 10. Dan speel je harte koning, want je bent nog steeds aan slag. Nou, die moet bekennen. Die bekent nog een kleintje en die bekent ook. Als je 2 keer hard hebt gespeeld, zijn de hartjes van de tegenpartij op. Dus alle hartjes kun je nou uitspelen. Dus dat is echt essentieel. Lange kleuren kun je veel slagen mee maken. Hier zie je nog wat voorbeelden van hoe kun je veel slagen maken met een lange kleur. Dus hier zou je bijvoorbeeld ook waarschijnlijk maken. Je maakt sowieso 2 ruitenslagen. Maar misschien kun je uit de lengte ook nog een slag maken. Probeer dat maar eens. Hier staat ook nog hoeveel ruiten Oost-West hebben. Nou, je hebt er zelf 4 in Zuid. Ik ga er even vanuit dat we Zuid zitten. Noord heeft er 3, dat is 7. Nou, 13 min 7 is 6. Dus Oost-West hebben 6 ruiters. Nou, hier zie je nog verder wat voorbeelden. Van lange kleuren. Zuid heeft inderdaad hier lange harten. Dan kun je eens kijken wat er gebeurt als je begint. Kijk, hier begint bijvoorbeeld met
harte koning. Nou, die pakt harte aas, kleine harten. Dan kan West kiezen. West die kan dan denken, oh, ik speel harten terug voor Zuid. Of ik ga onze eigen lange kleur ontwikkelen, ik speel ruiten. Dus deze presentatie kun je gewoon eens rustig zelf nog even doorkijken. Maar de basis is inderdaad van, het is echt lange slagen maken, of lange kleuren maken, veel slagen. En het volgende bridge is memory spelen. Nou, dat is voor kinderen kan ik niet van winnen memory, dus die zijn super goed om te onthouden. Dus dat is jullie grote voordeel. Voor de kinderen die kijken, je hebt een enorm voordeel. Want en de regeltjes kunnen jullie makkelijk onthouden, en je bent in staat om die kaarten te onthouden, als je gefocust speelt. Dus je moet elke keer bedenken van, welke kaarten zijn eruit? Hoe vaak is er harten gespeeld? Dus hoeveel harten zitten er nog in? Dus de hele tijd tellen tot 13. Nou, hier hebben we nog wat puzzels. Die ga ik nu niet behandelen. Als laatste nu in deze les wil ik eventjes aangeven wat uitkomen is. Uitkomen is eigenlijk de eerste kaart die gespeeld wordt. Dus als ik heb gedeeld, komt links, komt uit. En bij uitkomen zijn er een aantal principes. Nou, hier staan nog wat zaken uitgelegd. Lees dit nog een keer rustig door. Dit ga ik nu ook verder niet behandelen. Ik vind het belangrijker dat we de uitkomstafspraken goed hebben. Zijn er drie uitkomstafspraken. De eerste is, begin met de hoogste van de serie. Dus als jij bijvoorbeeld de koning, de vrouw, de boer en de 10 hebt, dan begin je met de koning. Ga je de aas eruit pesten, dan zijn de andere kleuren zijn hoog. Stel je voor dat je wel een hele mooie kaart hebt, maar je hebt niet een hele mooie serie, bijvoorbeeld zo'n kaart. Dan begin je met een kleintje. En het uitkomstprincipe betekent kleintje belooft plaatje. Dus je speelt met je partner, je mag het niet zeggen, maar die weet wel, joh, als hij met een kleintje speelt, heeft hij waarschijnlijk een plaatje. Hier staat het weergegeven, uitkomstprincipe 2, kleintje belooft plaatje. Even kijken, uitkomstafspraak 3 is top van niks. Dus dat betekent als je niks in de kleur hebt, dan start je dat ook. Dan start je gewoon een hoge. En eigenlijk is het een soort praten met kaarten. Je mag het niet vertellen, dat zijn wel afspraken die je hebt. Het zijn geen dingen die je nu meteen allemaal uit je hoofd moet weten, maar wel, probeer wel te onthouden. Hoogste van de serie, kleintje beloofd plaatje en de top van niks. Dat betekent wel dat je ook iets weet, hè? Je partner staat de koning. Hey, wacht even, waarschijnlijk heeft hij de koning, de vrouw en de boer. Oh, daar kan ik wat mee. Of hij start de 2 of de 3 of de 4, waarschijnlijk een kleintje. Heeft hij plaatjes in? Daar kan ik ook wel bij nadenken. Of er staat een hoge van, nou, ik heb helemaal niks bijzonders. En van mij hoef je in deze kleur op weinig te rekenen. Dus dat is echt, er staat hier ook, het is echt een kwestie van goed samenwerken. En dat is samenwerken is echt een wapen. Want ja, als je partner met de hoogste van de serie komt, of hij doet kleintje beloofd plaatje, ga je snel die kleur terugspelen. Als hij met de top van niks komt, weet je ook voldoende, hè? Als hij met harte 8 start, je hebt zelf harte aas en voor de rest niet zoveel. Dan denk je, ik ga een andere kleur spelen. Want mijn partner, die belooft niks in die kleur. Ja, ik zou zeggen, deel gewoon eens wat spellen. Ga eens spelen. En hanteer dan eens elke keer, probeer dan ook de uitkomstenprincipes te hanteren. En ga gewoon kijken of dat je ja, slagen kunt maken. Kaarten kunt tellen. Kaarten goed kunt onthouden. En een beeld kunt vormen van de kaarten als je partner gestart is. Van wat zou die van die kleur hebben? Nou, ik wens jullie veel succes. Ik zeg, doe je best. Volgende keer, ik moet even kijken in de handleidingen ook, wat we volgende keer gaan behandelen. Even kijken hoor. Ja, volgende keer ga ik ook nog veel dingen herhalen. We gaan wat vragen doornemen uit het boekje. En we gaan tellen. Ik ga iets vertellen over de puntentelling. Maar dat komt volgende keer. Oké, hey, heel veel succes met spelen.